13, 14, 15, 16, 17, 18. Even kijken, 18. Klopt het, Henk? Ja, 22. Ja, dat zal wel. Ik heb geen schoolreisje toch? Deze jungle kan niet. Het voordeel van een groot park is dat dieren heel veel ruimte hebben. Het nadeel is dat u een heel eind moet lopen. Nieuwe geiten? Ja, nieuwe geit. Zo mensen. Nou is deze paddock is vrij. Zo. Of dames zijn er. Ach, drie dames. Kijk eens. Gezellig. Ja, potentiële prooi heet dat, hè? Ja. Goed. Ja, doe maar dicht, Henk. Ja. Oké, mensen. U ziet die leeuw altijd buiten lopen. En hoe gaat het in zijn werk? Is heel simpel. Dag en nacht lopen ze in principe buiten. Ze kunnen dus nu naar buiten. Die schuif staat open. Maar eens in de zoveel tijd willen ze het toch graag onder controle houden. En dat wil dus zeggen dat wij elke ochtend de dieren, zeg maar, naar binnen halen. Dat doen we door middel van een signaal. Dat laten we klinken. Als we dat nou zouden doen, dat signaal, dan zouden die dingen denken van, nou, zoek het uit. En dat denken ze dan morgenochtend ook. Maar we gebruiken dat signaal. Ze komen dan naar binnen. Waarom komen ze naar binnen? Liefde gaat door de maag. Ja? En dat houdt dus in dat we kleine stukjes vlees hebben in de vorm van hart, runderhart. En als het dier binnenkomt, en dan heb ik het over helemaal binnen, want daar zit een rij hokken, helemaal binnen, dan gaat het bij mij altijd zo, als ze allemaal binnen zijn, gaat de schuif dicht. Dan worden ze allemaal apart gezet en dan loop ik er gewoon langs. En dan geef ik ze een stukje vlees en er zijn er bij die dan denken bij zichzelf, ik heb dan zoiets, geen poot. En dan gaat die poot naar beneden, want anders krijg je niks, hè. En dan geef ik dus dat stukje vlees. Dan is je beloond. Dat doe je ook bij de anderen. Zou je dat niet doen, dan is er een paar dagen komen ze niet meer binnen. Nou, op het moment is het zo dat we dat moment ook gebruiken. We weten allemaal dat we jonge leeuwen hebben. Ja, die zitten in de eerste paddock over het algemeen als ze lopen. Maar nu zitten ze lekker, 's nachts zitten ze nog lekker daarop gesloten met de jongen. Voor de veiligheid. U kunt het allemaal zien op een webcam. Hè? Die is gewoon op de site van het dierenpark te zien. Hoe was het ook alweer? www.waldens.nl/leeuwenwelpen. / En dat was het, geloof ik. Maar goed. Maar in ieder geval, daar kunt u gewoon rechtstreeks kijken in de kraamkamer. Nou, wat doen we? Elke ochtend hebben we ze dus binnengeroepen. Dan zetten we ze even bij de leeuwen. Bij de jongen. Om even de zaak een beetje sociaal vaardig te maken. Hè? En dan zie je dus soms, en als je dan oplet, dat gebeurt meestal in de ochtend, voor zeg maar zo tussen 9:30 en 10:00. En dan zie je soms hele leuke beelden. Een Dudley, hè, de man, die binnenkomt.
Tia, de moeder, staat op, loopt naar hem toe en gaat met hem flamen. Een soort vrijpartij, hè? En waarom doet hij dat? Dudley is degene die haar beschermt. Dus in het wild zou het zo zijn, als je daar niet goed met die man kan, zou die man op een gegeven moment zeggen, joh, zoek het uit. Dan ga je op een gegeven moment niet meer, dat gaat niet goed. Dus je moet zorgen dat je lekker bij die man bent en dat die man dat leuk vindt. Dus slijmen met de baas, hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, goed. Nou, deze ruimte, er kan natuurlijk een situatie voorkomen dat bijvoorbeeld in de winter, hè, we hebben wel mooie bubbels, maar als het een hele strenge winter wordt, dan zou je kunnen bedenken dat die bubbels niet meer voldoende zijn. Kan het water bevriezen? Nou, erg slordig als je ze dan nog buiten hebt. Ja, maar dan kunnen ze eruit, hè? Dus vandaar dus dat we hier een ruimte hebben. En die heet sinds een aantal jaren schijnt dat paddock te zijn. Vroeger was dat gewoon de ren. Maar goed, en daar kunnen we ze dan in opsluiten. Nou, dat is in verschillende segmenten. En als het nodig is, kunnen we dus een paar dieren in dat segment, een paar dieren in dat segment. Op het moment is het zo dat het achterste gedeelte, zeg maar, dat heeft de groep. Dus de man en drie vrouwen. En dit gedeelte wordt in de loop van de dag, zeg maar, opengezet. Zodat die, ja, als het mooi weer is, lekker warm, hè, want we hebben natuurlijk wel jonkies, die zijn inmiddels zo groot ongeveer. En die kunnen dan ook naar buiten als ze dat willen. Lekker in het zonnetje liggen. En zo ziet onze achterverblijf eruit. En dan ziet u daar een trap staan. Dat is geen vluchtweg. Maar dat is, stel dat er één dier buiten blijft. Want je geeft namelijk de dieren ook beloning op het moment dat ze naar buiten gaan. Hè. Dan gooi je dat vlees op het buitenterrein. Ook weer die kleine stukjes. En als er een dier buiten blijft, dan kan ik wel naar buiten lopen, maar dan ziet hij mij als prooi. Dus dan ga ik een trapje op en dan loop ik even daar langs. En dan daar aan de rand kan ik het zo mooi op het terrein gooien. Dus vandaar het trapje. Verder worden ze natuurlijk, wat zeg je? Was geen vluchtweg voor jou. Nee, niet nodig, joh. Die snelheid haal ik toch niet meer. Maar in ieder geval, verder worden de dieren eigenlijk in principe gevoerd met kadaver. En kadaver houdt in, één keer in de week, à 10 dagen, afhankelijk van de buitentemperatuur. Hè. In de winter doe je het één keer in de week, in de zomer één keer in de 10 dagen. Krijgen ze een kadaver in de vorm van een pony, een kleine pony. Of een stuk rundvlees, hè, een halve koe, dat soort zaken. Maar wel af en toe ook even 5 aparte stukken. Want je kunt je voorstellen, als Dudley buiten komt, gaat het met de prooi er vandoor. Hè, gaat in de natuur ook zo. Ja, de man gaat eerst eten en dan mag de rest. Ja? Dus om te voorkomen dat die dames dan wel te weinig zouden krijgen, doen we eens in de zoveel, eens om de 2 prooien, zeg maar, en dan een keer grote stukken, 5 stuks. Dat iedereen wat te eten heeft. Ja. Zo gaat dat met de leeuwen. Wat zeg je? Ja, bij jou is net zo. Alleen ik wil het wel eens zien als jij een prooi krijgt of jij hem in je bek neemt en ermee wegloopt. Want die prooien wegen ruim 100 kilo, hè? Dus zo gaat dat. Zijn er nog vragen? Ja. Een vraag. Dan zou ik haar zeggen, zal op het karretje en dan gaan we zo weer naar de kar. Goed mensen, alle dieren die hier rondlopen in dit park, die moeten natuurlijk eten. Nou, de basisvoeding voor bijvoorbeeld hoefdieren is brok en hooi. Hooi hebben we op de afdeling, maar brok niet.
staat, bij elke schuif staat precies wat erop, wat erin zit. En als je die schuif opentrekt, dan komt er van alles uit. Dat zal ik dus nou niet doen, want dan zijn ze morgenochtend niet blij mee. Om alle schuif even te proberen, of ze het nog doen. Dat gaan we niet doen. Maar in ieder geval, alle droogvoeders, zoals dat heet, die worden dus hier klaargemaakt. Ja, netjes afgewogen, want de giraf eet geen 100 kilo per dag. Dus dat moet netjes allemaal afgewogen worden. En dat wordt dan door middel van die kar, wordt het naar de afdeling gebracht. En ja, die wagen die rijdt dus het hele park rond. En die heeft 2 ritten nodig om overal langs te rijden, om alles mee te nemen. En volgens mij 2 ritten, kan ook wel zijn dat het nog voor een derde keer gaat. Dan hebben we natuurlijk dieren, zoals bijvoorbeeld in Angola, denk aan slingerapen en gibbons. Nou, die hebben een voer waar ook materiaal in zit wat vochtig is. Dat noemen we de natte keuken. Dat is daar. En alle menu's staan op een scherm, op een soort menu. U mag er best even inlopen. Ik zal het waarschijnlijk nu niet doen, ik heb ook geen flauw idee hoe het werkt. Er zit een mooie typcode op, maar als ik daarmee aankom, dan is waarschijnlijk deze boel weer door de war. Dus dat, ik ben, wat dat betreft, met techniek ben ik helemaal niks. In ieder geval, we hebben hier dus een computerscherm. En er zijn mensen zijn dus morgens eigenlijk bezig met voer wat de volgende dag gebruikt wordt. Ja, dus ze hebben alles in het voeren. Nou moet dat natuurlijk ergens bewaard worden. Dus we hebben hier koelcellen. We hebben hier vriescellen. En ook het vlees van de roofdieren waar we net waren. Ook dat hebben we hier. Vis van de ijsberen. Van de pinguïns. Dat materiaal dat komt allemaal hier vandaan. Nou, uiteraard wordt het allemaal netjes in bakjes bij ons geleverd. En dan soms gooien wij het allemaal weer door elkaar. Maar dat moet je niet vertellen. Maar er komt netjes een afgewogen hoeveelheid komt er dan op zo'n bakje. En dan komt dat bij ons aan en wij kunnen het in het hok zetten. En vervolgens moet de vuilnisbak weer terug. Vandaar dus dat als ze voer brengen, de vuile bakken van de dag ervoor staan voor ze klaar. Dus ze zetten nieuw voer neer, vuile bakken gaan mee. Zo werkt het systeem, dan hoeven ze maar 1 keer te rijden. Dan moeten we natuurlijk eens even kijken of we nog ergens wat voer kunnen vinden. Ja, je ziet dat die bakken, normaal kunnen ze prima gestapeld worden, maar deze is een beetje scheef. Nou ja, dat gebeurt. En dan hoor je dan ook van verre, als ze te hard de bocht omgaan, dat ze niet helemaal goed op elkaar stonden. Want dan hoor je gekledder. Ik denk, nou, voer komt vandaag wel later. Oké, in ieder geval, daar zijn ze hier bezig. Nou, hierachter, achter de muur zit dan die, zeg maar, die wasruimte waar ze dus al de bakken afwassen. Gaat allemaal in een grote afwasmachine. Daar is ook iemand mee bezig. Nou, al met al is de bezetting meestal een man of 3. En daar wordt alles mee gedaan. Ja. Nou, je ziet hier van alles staan. Hè? Allerlei soorten. Want ja, elk dier heeft zijn eigen voedsel. Dus hier staat wel op. Hè? Hier heb je dus zeugenbrok bijvoorbeeld. Maar er zijn dus dieren die... Dan denk je van ja, voor een zeugenbrok, daar zit amper al 1 kilo in. Ja, maar er zijn dieren die dat een klein beetje toegevoegd krijgen. We hebben een diëtist hier die alles zeg maar samenstelt. En die zegt dan, nou, er moet een klein beetje zeugenbrok bij. Nou, dan wordt er een klein beetje zeugenbrok bij gedaan. Voor de rest wordt bij de dieren natuurlijk gekeken, niet alleen door de verzorgers, maar ook even door een wildvreemde, in dit geval dan de diëtiste. Die komt dan op de afdeling en die gaat dan een dier bekijken. En die zegt dan bijvoorbeeld, want als verzorger kun je dat volledig ontgaan, dat een dier langzaam dikker wordt. Het ontgaat me bij mezelf ook. Maar goed, gaan we wat aan doen. Maar in ieder geval, dan komt zij kijken en dan gaat ze kijken naar het dier. Wat zij van die conditie vindt. Dat noem je body score. En dan krijg je een cijfer. He, van 1 tot en met 9. Nou, als je ergens... Ik zal waarschijnlijk in de categorie 8 zitten. 7, 8. He, maar het is de bedoeling dat zo'n dier natuurlijk ergens rond de 5 zit. Eigenlijk 4,5, 5. Dan is het dier optimaal in conditie.
Ja, nou, dat heeft te maken met beweging. Hoeveel doet een dier? Wat geef je hem te eten? Nou, en als wij denken bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een dier is constant toch een beetje aan de diarree. Dan zeggen wij van, joh, hij is iedere keer aan de diarree. Wordt het voedsel opnieuw bekeken? Er wordt geïnformeerd in andere parken. Wat geven jullie ze? En er wordt dan een soortement van combinatie van gemaakt. En dan hopen we dat het weer een stukje beter gaat. Ja, nou, dan gaan we eens even kijken of we wat kunnen scoren. Waar het allemaal voor is. Ja. Nou, jij hebt meloenen. We doen de deur even dicht. Zo, dus even kijken. Kijk dit bijvoorbeeld. Je ziet hier brok. En er zit dan dijfje onder. Dit is voor de nijlpaarden. Dan zeg je, ja, nijlpaarden, een beetje brok en een beetje al dijfje. Maar de nijlpaarden. De nijlpaarden die eten bijvoorbeeld naast deze andijvie in die brok, want die andijvie is natuurlijk een lekker nij voor ze. Ja, dat is, ja. Maar naast, daar eten ze dus hooi bij. En een nijlpaard is een grazer, dat doet hij in de avond. Wij geven ze ongeveer 140, 150 kilo hooi met z'n zevenen. Ja, daar zit het ongeveer op, die hoeveelheid hooi. Straks als we gras hebben, gaat dat gewicht omhoog. Maar het is logisch, gras bestaat van 90% uit water. Ja, dus dat plassen ze allemaal weer uit. Dus je moet inderdaad wel zeg maar 200, 300 kilo gras geven per dag. Want anders krijgen ze hun voeding niet binnen. Nou, en zo heeft elk dier, dit is voor de bavianen. Dat is mooi, kun je mooi rondstrooien, hè, dat iedereen wat krijgt. En zo heeft elk dier zijn eigen menu. Nee, ik heb geen flauw idee wat dit voor is. Nee. Ik denk voor de Jungola. Als ik dat zo zie, Jungola, want dan bedenk ik even de rit, hè, hoe ze dat dan gaat. Dan gaat dit waarschijnlijk allemaal naar Jungola. En dit naar de nijlpaarden. En dan hebben ze vervolgens ook nog een lading vis bij zich. En die komt dan uit die koeling. En ja, dat is een rit op. Ja, dat is hier, dus dit zal Jungola zijn. Ja. Nou, dan zetten we weer even terug, hè, want daar staat nog niks in de bedoeling. Ik heb een keer een rondleiding gehad, en toen reken ik die kar, die reken ergens tegenaan. Zo, niet met de hele zooi eraf. Goed, gaan we niet doen. Zo. Nou, dan zullen we nog even deze kijken. Nou, als je hierin zit, valt het nog mee, maar als je in die andere zit die daar zitten, dan kunnen we je zo buiten zetten. Het is zeg maar de koeling waar het vis bewaard wordt en het vlees voor de ijsberen wordt hier klaargemaakt. En we daar dan een aantal vriezers zitten. We hebben daar een aantal vriezers zitten die de ene zit vlees, de andere zit vis. En zo op die manier ziet het er allemaal uit achter de schermen. Nog meer mensen even kijken? Wat zijn het? Goeie koepen. Goeie koepen, hè? Ja. Ja, dit kun je bijvoorbeeld neushoorns vinden ze wel lekker. Nijlpaarden die vonden ze niet lekker, laten we het daar houden. Die vonden ze niet lekker, dus. Nou, en hier kun je wel zien, hè? Dit is savanne, hè? Ja. Kijk, want je hebt hier dus twee impala's. 8 en 8 zijn giraffen. Neushoornvrouw, 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 nog een neushoornman. En dan hebben we hier, zijn we dus 5, dat is de waterbokken. Zebra's, gnoes. En dan hebben we hier nog voor de struis. Ja. Mensen die dat voer maken, een speciale opleiding. Ja, in zoverre ze worden natuurlijk eerst ingewerkt hier. Ja. En ja, goed.
door het doen, kijk, want ze doen ze een beetje elke dag, hè. En dat wil dus zeggen dat sommige mensen ook niet meer het menu gebruiken, hè, de computer. Totdat er wat veranderd is, vallen ze door de mand, hè? Ja. Dat hebben we wel eens gehad, hoor, dat we dan iets kregen van, joh, we hadden dat toch anders gedaan? Ja. Oeh. Dat zit zo in je hoofd. Ja, dat zit zo in je hoofd. Alsof wij auto rijden, hè? We stappen in. We denken eigenlijk helemaal niet hoe we dat doen. Automatisme. En dat is voor die mensen ook zo. Ja. De ratten zijn niet voor. De ratten, die kun je aan slangen geven. Je kunt ze aan kleine roofdiertjes geven. Stokstaartjes bijvoorbeeld. Zijn er ook gek op, hè? Wat zeg je? Stokstaartjes zijn er ook gek op. Ja, zijn er ook gek op ratten. Maar wat ze bijvoorbeeld ook krijgen is... kuikentjes, muisjes, dat soort dingen. Maar ook gewoon vlees, hè. Dus, nou, en uiteraard hebben we daar een magazijn. Daar staan allemaal spullen in als zoutblokken die je ook nodig hebt, hè. Voor dieren. Ja. Ja, dus die zijn er ook allemaal. Er zit nog een zoldertje bovenop. Daar liggen allerlei droogvoers. En daar zitten natuurlijk de silo's ook, hè. En we hebben buiten ook een aantal silo's staan. Die dus van buitenaf gevuld kunnen worden. Ja. Wordt ook wel eens medicijn toegevoegd aan de maaltijd? Ja, maar in principe is het zo dat wormkuren en dergelijke kun je toevoegen. Ja. Maar als het echt om specifieke medicijnen voor dieren gaat, dan krijgen wij dat meestal op de afdeling. Ja. Met instructie van de dierenarts natuurlijk. Mm-hmm. En dan zegt hij gewoon zo en zo moet je het gebruiken. En dan doen wij het dus op de voeding voor dat specifieke dier. Ja, ja. En dan krijgen we bijvoorbeeld een giraf die een pijnstiller moet hebben. Hè. We hebben een oude giraf. We zijn een tijd geleden Ivona. Dus hebben we geëuthaniseerd. Waarom? Oud dier, artrose. Je hoorde de botten kraken. Dus op een gegeven moment is het gewoon heel pijnlijk. En dan krijgt ze dus een pijnstiller. Ja. Hè, om te kijken van nou, één pijnstiller, werkt dat nog? Twee pijnstillers. Nou, op een gegeven moment werkte het niet meer. Maar goed. Wat gebeurt er dan? Nou, heel simpel. Dat gebeurt niet hier. Wij krijgen alleen een aantal appels. Ja. En die snijden we zelf door, halen we het binnenstuk eruit. Dat halen we eruit, we snijden er een stukje af. Hè. Ja. Dan hou je een loze ruimte over. Daar gaat de poeder in. Een stukje er weer in. Ja. En dan krijgt ze een halve appel aangeboden. Nou, die vindt ze lekker. Ja. En die slikt ze naar binnen. Op die manier geef je het dier dus een medicijn. Okay. Dus die geanalyseerd zijn, wil je ook daar gebruiken? Wat zeg je? Een dier die geanalyseerd is, wordt die ook... Nee. Nee. Want als je een dier euthaniseert, zit er een gifstof in. Oké. Okay. Als een dier Ook dan moet je je wel heel goed bewust zijn van waarom is hij doodgegaan. Want dieren die niet op leeftijd zijn en zomaar doodgaan, daar is 9 van de 10 keer wat mee aan de hand. Is er dan onderzoek op inrichting? Ja, in principe wel. In principe wordt alles onderzocht. En eventueel basisdingen kunnen hier gebeuren, zeg maar, door de dierenarts zelf. Maar het kan ook zijn dat een groot dier gewoon weggebracht wordt naar Utrecht. Dus en dan wordt hij daar wordt die helemaal onderzocht. En dan krijgen we een mooie uitdraai wat er allemaal mee mis was. En daar kun je van leren. Ja. 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 Soms, we hebben wel eens uitkomsten gehad dat we dat doen. Oké. Okay. Ja, dat had je nooit zo ingeschat. Mensen. Maar je kunt er wel van leren. Dat is de bedoeling. Hè? Goed, we gaan naar buiten. Als wij giraffen buiten doen. En een bezoeker... Ja, want soms zijn we net na 10 uur en dan komt er zo'n bezoeker en die denkt, oh ik hoor wat. En die doet dat, hè. Wat doet dan de giraf? Die schrikt zich helemaal de pleuris. Draait om, gaat in volle snelheid weer terug het hok in. Die verzorger loopt daar ook, hè. Ja, dus 6 giraffes die omdraaien, want we hebben er 6. En die verzorger die loopt daar 1 meter of 5 liep die achter die giraf, hè. Dus je moet maken dat hij wegkomt. Dus in deze gang hebben we een aantal, je moet het een beetje denken aan het stierenvecht. Ik weet niet of je zo'n arena kunt voorstellen, maar dan heb je van die blokken. Ja. Waar die lui dan achter gaan staan, omdat die stier boos is. Ja. Die stier hebben ze eerst boos gemaakt. En het is jammer dat die blokken er staan, maar goed. Maar dat soort blokken hebben wij hier ook. En daar kun je dan tussendoor. Als je er doorpast, dat gaat nog net. Maar je kunt er tussendoor, als er dus iets gebeurt. Ja, want je hebt het niet alleen over giraffen. Er lopen neushoorns doorheen. Eigenlijk alle dieren die hier zitten, lopen daar doorheen. Goed. Zit er nou maar achter de stel om dan?
Stel dat het niet zo is. Dat het daar heen. Ja, dat mag nog zo. Zo, deze werken. Nu zetten wij hier op. Als u het neus gewoon tegenkomen, dan heeft mijn collega dat vast. Ja, van nu maar even ver af. Ja. Goed mensen. Nou, dit is dan die gang. En dan denkt u, goh, waar zit daar zo'n rare uithoek? Ja, dat is een soort parkeerhaven, zullen we maar zeggen. Sommige dieren, die twijfelen wel eens. Terwijl andere dieren dat niet doen. En dan houdt dat dus in dat je voor een ander opzij moet. Zou die gang alleen maar zo breed zijn, dan zouden ze elkaar tegenkomen. Dus zo'n gat is mooi, dan kun je mooi als dier eens even lekker opzij springen. Want ik wil even niet. He, dat kan ook. Soms gebeurt het dat dieren niet buiten kunnen. Nou, u weet het. Dan kunt u in de stal kijken. Maar we hebben ook wel dieren, ook wel dat weertype waarvan je zegt, ja, eigenlijk kunnen ze niet op de savanne, maar ze kunnen wel buiten. Nou, hebben we daar hebben we een ruimte, daar kunnen dus de neushoorns naar buiten. Dat is een soort ren, die is zeg maar een soort ruimte die omringd is door een soort betonrand. En op die manier is het dus neushoornproef, zoals dat heet. Ja, de hekken die hier zitten, nou ja, Henk die heeft er net al even aan getrokken. Die weet dat ze lekker zwaar zijn. Ja, ik kan u verzekeren, als een neushoorn bij zo'n hek staat en die doet met zijn hoorn even tik, dan rolt het hele hek open. Zoveel kracht zit erin. Dan hebben we hier een weide. Dat noemen wij de giraffenweide. Daar kunnen dus een giraf op, maar er gaan ook wel andere dieren op. En ja, er zijn ook wel eens dieren die niet meegaan naar buiten. Die kunnen we hier ook neerzetten. We hebben nog een derde weide. En die weide zit achter de neushoornweide. En is gekoppeld aan deze weide. Achter die weide, zeg maar, daar loopt zo rond, een soort U. En daar zit een hek. En we kunnen daar één grote weide van maken. De neushoornweide is gewoon een apart gedeelte. Nou, hierdoor gaan die dieren naar buiten. Nou, er is een vaste volgorde. En dat wil dus zeggen dat je 's morgens altijd begint met de impala's. Dan gaan de waterbokken. Dan de zebra's, dan de gnoes. Als laatste struisvogels, eventueel. En dan hebben we vervolgens de giraffen. Die komen er dan achteraan. Moet wel de brug omhoog, hè? Ja. Oké. Okay. Op de terugweg hoeft de brug niet omhoog. En waarom doen we dat niet? Dood eenvoudig, omdat we de dieren willen wennen aan het feit dat de brug omhoog staat. Want dat kan een keer nodig zijn. Bijvoorbeeld als je straks een grote hengst hebt. We hebben nu wel een hengst, giraf. Maar die is nog klein. Is nog een dunneltje. Ja, die groeit langzaam op. Maar goed, die wordt een meter hoger als het goed is dan de dames. En dan moet de brug waarschijnlijk wel omhoog. Ja, zodat hij door kan. Terug kruipen ze er wel onderdoor, zou ik haar zeggen. Nou, als laatste komen dan de neushoorns. Ja, en dan gaan de neushoorns door deze gang, vanaf die weide, door deze gang zo naar buiten. Dat wil dus zeggen dat als we de giraffen gehad hebben, gaat de deur dicht. En waarom? Als de neushoorns eraan komen, neushoorns die lopen niet als een idioot naar binnen en naar buiten. Komen lekker aansukkelen. Dus dat duurt even. Andere dieren kunnen bedenken van, nou, het ziet me vandaag, ik ga weer naar binnen. En dan komen ze elkaar tegen. Dus meestal staat dan één verzorger staat daar beneden. En die neushoorns lopen hier tussendoor. En als die neushoorns vlak bij het hek zijn, doet het hek open. En dan lopen die neushoorns er mooi door. En dan gaat het hek weer dicht. Of slot. Natuurlijk. Ja. We moeten niet hebben dat ze zelf bepalen wanneer ze weer binnenkomen. Hè? Dat willen we niet. Nee. Goed mensen. Ik ga het zo weer afsluiten. Dan gaan we vervolgens gaan we de girafstal in. Voor de girafstal geldt dat we heel rustig moeten zijn. Giraffen kunnen zich helemaal wezenloos schrikken van hele kleine dingen. Dus ga heel rustig.
Ik zal er ook niet te veel vertellen. Ja, gewoon even kijken. We blijven er niet te lang en dan gaan we naar de andere stad. Oké. Je gaat te hard, man. Je gaat veel te hard. Om u heen. Ik zal een paar dingen vertellen zometeen. Hallo. Van het blad halen ze eraf. Nou, op het moment dat er weinig blad op de takken zitten, dus deze. Bij bepaalde takken, dit is al dun. Dat vinden ze heerlijk, dus daar strippen ze dus helemaal over de dag. Je hebt hier andere spullen zitten, dus je hebt wat het is. Maar je ziet het daar in de straat bij staan. Dat was even een probeersel. Ja. In de hek. Zeggen ze er in die minuten. Luzerne is een hooi van vlinderbloemen, ook weer bladrijke. En dat wil dus zeggen dat de dieren dus eigenlijk ook daar weer constant in die ton bezig moeten zijn om dat er allemaal uit te vullen. Je ziet hier van die kleine tonnetjes hangen. Die tonnetjes, daar zit een haksel de luzerne in en een beetje drop. Een paar kleine gaten, een afbrand. Centimeter of vijf, daar pas je toch precies doorheen. Totdat je dan aan de brokken bij elkaar haalt, dan pas je er niet doorheen. Dus dat moet een kleine hoeveelheid. Ja, dus die giraffe is daar eindeloos mee bezig. Kijk, daar is nog een bovenkant op het schoonbeuren. Die gaan nou even weer kijken met zijn tong. Giraffe heeft een tong van ongeveer zo'n 40 centimeter. Dus die kan best wel behoorlijk lang met die tong er doorheen. Nou ja, de ruiven die hangen natuurlijk ook op grote hoogte. En ja, wat kun je er nog meer over vertellen? Het zijn Rothschild-giraffen. Dat is een giraffensoort die je kunt herkennen aan het feit dat ze eigenlijk vijf knobbels hebben. Je ziet er één tussen de ogen zitten. Een onderdeel van de schedel, hè, die knobbels. Die twee horentjes die op hun hoofd staan zijn geen horentjes, maar zijn gewoon stukken bot. Ja, een horentje is een los gedeelte wat op een stuk bot staat. Maar dit zijn gewoon, die zitten vast aan de schedel. Dit is gewoon één geheel. En deze soort die heeft tussen de oren, heeft die nog twee kleine bobbeltjes zitten. Waarvan men zegt, vroeger zullen dat ooit ook horentjes geweest zijn. Nou, DNA technisch kun je dan vaststellen of het een Rothschild is of niet. Ja, ook hier is een stamboek van. Dus ook hier geldt. Dat we heel selectief, heel selectief fokken. Nou, we hebben nou een man erbij, dat is die donker hiervoor. En tenminste als ik het zo zie, is donker hiervoor. En die moet alleen nog, kijk, nou schrikken ze ergens van, dat zie je. Yeah. Dan gaat er een galopperen, nou dat zijn ze niet gewend, het is hartstikke rustig hier in de stal. Dus van het geluid van galopperen denken ze, nou we gaan allemaal maar galopperen. Yeah. Ze hebben geen flauw idee waar het over gaat, maar ze doen het wel. Om aan te geven hoe gevoelig giraffen zijn. Ik weet niet of ik het deze groep al verteld heb, maar op een gegeven moment stonden mijn giraffen stonden stil in de gang met naar binnen gaan. En stonden allemaal naar een punt te kijken. Ik ook kijken natuurlijk, hè, want je wil graag als verzorger weten waarom. Mama. Toen bleek dus in de goot. Van dit gebouw bleek een kraai te zitten en die tippelde heen en weer in de goot. En dat maakte een bepaald geluid, dat kenden ze niet. Dus ze stonden ze allemaal zo naar die
omhoog te kijken en ze gingen geen stap verder. Toen heb ik die kraai weggejaagd. Oh ja, hij is weg. En toen gingen ze weer. Dus ja, zo gevoelig zijn ze. Als bijvoorbeeld hier op dat kastje. Enkele keer gebeurt het, hè? Want wij zijn daar natuurlijk haast autistisch in, zou ik zeggen. Maar enkele keer gebeurt het dat je hier wat laat staan. En dan komen ze aanlopen en dan zien ze dat. En staan ze stil. Dat is anders. Dus, en soms is het ook zo. Dan komen ze hier de stal binnen en heb je daar nog een bult rotzooi liggen. En dan trekken ze zich er helemaal geen moer van aan. Maar als daar een bak verkeerd ligt, dan kan het ineens helemaal mis zijn. Dus is, wat dat betreft is het een heel gevoelig dier. Goed mensen, nog vragen? Fok. Maar we doen dus, we hebben dus die dingetjes daar buiten hangen. Kijk, op de savanne hangen ook takken. En soms hangen er van die grote zakken, hè. Nou, daar zit dan weer dat luzerne in. En dat is om die giraffen een beetje bezig te houden. In de zomer hangen we ook vaak bij de truckride. Steken we wat takken in die balken die er zitten. En dat is ook om de dieren alsmaar bezig te houden. Dus we zijn er eigenlijk continu mee bezig. Giraf slaapt niet veel. Ik denk misschien, ja, storen we ze bij de slaap. Hij slaapt ongeveer een klein half uurtje per dag. En dat zijn er ook nog allemaal kleine stukjes slaap. Ja, want een giraf, als hij gaat slapen, is hij kwetsbaar. Dus een giraf zal nooit gaan slapen als hij helemaal alleen is. Waarom niet? Als hij gaat liggen en hij slaapt, dan zou ik gaan zeggen, in de denkwijze van een roofdier, duurt het een eeuwigheid voordat hij overeind is, dus een makkelijke prooi. Dus, ja. Dus, kleine hazenslaapjes. En meestal in de buurt van soortgenoten. Want er staat er altijd, is er altijd wel één wakker. Nou, verder worden ze op de savanne gebruikt door andere dieren. Want als een leeuw aankomt stormen, zeg maar, of kruipen, dan gaat hij door het struikgewas. Hè. Want hij ruist daar door het struikgewas, de oude kennen hem nog, hè, Toon Herman. En die impala ziet dat niet. Die hoort het niet, want die leeuw die is slim, hè. Kan de wind dat, hè. En dan ruiken ze hem niet. Dus die ligt daar in dat gras. Maar die giraf, die is al even en die kijkt opzij. En die anderen denken, hé, waar kijkt hij naar? En zo hebben ze door dat er roofdieren in de buurt zijn. De giraf in de gaten houden. Want die kijkt zo in het struikgewas. Op een bepaalde manier kijkt, dan weet een ander dan goed. Ja. Goed mensen. Ja. Ja, zo gaat het. Elk nadeel heeft zijn voordeel, hè. Dus als je lang bent, ja, dan heeft het voordeel dat je alleen maar voedsel hebt. Zo vaak, dus. U ziet allemaal kleine hekjes zitten. Achter de gele lijnlaag. U ziet er allemaal kleine hekjes zitten. En dat is ook bedoeld voor training. Want wat is bij olifanten heel belangrijk? Pedicure. En op een of andere manier hebben olifanten heel veel last van nagels en dergelijke. Dat ze doorgroeien. Dus wat proberen we hier? De olifanten dus de poten zeg maar bij te werken. Een soort echte pedicure. En hoe krijg je dat bij zo'n olifant voor elkaar? Nou, dood eenvoudig, ze leren door beloning dat ze de poot goed neerzetten. Als een poot niet goed staat, krijgen ze niks. Dus het moet wel goed staan, want anders dan krijg je niks. Dat weet die olifant. Olifant is heel slim, dus die leert dat vrij snel. Nou, dan is het nog de bedoeling dat je aan zo'n poot kan komen, dat je gewoon met een gewone ijzerpijl, zeg maar, kun je daar gewoon aan werken. We bekappen dat eigenlijk net zoals dat je dat bij paarden doet. En op die manier kunnen we met mesjes allerlei dingen eraf snijden en dergelijke. En het belangrijkste is dus dat zo'n olifant maar constant dingetjes krijgt. Wat hij lekker vindt. Als jij een olifant wil voeren met brood bijvoorbeeld, meestal vinden dat lekker. Ja, maar die olifant houdt niet van brood, kun je dat niet als trainingsvoer gebruiken. Nee, want dan is de lol er gauw af. Vandaar dus dat we altijd uitkiezen. Nou, de meeste lusten brood, dat is heerlijk. Of ja, een keer paprika's, wat we hebben. Hè. En soms hebben we appels.
Nou, wij krijgen vaak van bedrijven, dus ik noem maar wat, kun je zeggen. Ja, joh. Ja, joh. Gaat je lekker? Zit er met de sleutel eronder in, hè? Ja. Er zit er natuurlijk stro in, maar er zit ook brokken in. Dus je moet met die sleutel onderin, dat die brokken er hoog uit komen. En dat is ook weer zo'n ding van, en ze halen er ook veel stro uit. Nou, oké, stro is ook goed. Maar dit is ook weer een manier om dieren dus bezig te houden. Goed, die pedicure. En dan worden dieren over het algemeen ook wel getraind om, zoals bij neushoorns doen we bijvoorbeeld training om bloed te pakken. He, dat we dus een bloedmonster kunnen pakken. Nou, dat proberen we bij andere dieren ook te doen. Bij olifanten zou het ook mooi zijn als lucht. Dus we proberen dat we niet te doen. Heel langzamerhand kunnen we de kwestie ook opbouwen. He. Nou, voor degene die wel eens een kies heeft laten trekken, die weet hoe groot die is. Hij is een klein beetje groter. Dat kun je als een kies bijvoorbeeld zien. Normaal gesproken wisselen we een aantal malen in hun leven. Ik dacht 4 keer. En dan is het gebeurd. En waarom? Dood eenvoudig, het zijn maalkiezen. En dat wil dus zeggen dat op een gegeven moment, als je dit erg gebruikt doet, wordt het toch een plakker. En dan wordt het eruit gekomen. Dan wil de hooi zeggen dat fijn malen. En dan maalt hij dat fijn. Is dat ding op een gegeven moment versleten, dan wordt hij dus door die andere kiezen gewoon als het ware uitgedrukt. Want een olifant kan het niet hebben dat je een keer een tijdje zonder gebit zit. Dus, vandaar. Nou, zullen jullie even kijken? Normaal kun je ook even voelen hoe dat voelt, zo'n olifant te kiezen. Ja, dat is even. Graag achter de gegeven. Dat ben je moest je ook. Ja, maar als je zo gepakt wordt, dan. En ik heb niet dat gelijk, als je ziet dat er. Ja. Ja, door de nieuwe die je eigenlijk, dan gaat het gewoon naar voren en dan wordt er op een gegeven moment valt wat eruit. Nou, vaak komt er dit terug, omdat ze met zelfs een mossel opgedeeld wordt opeten. Ja, deze kan al een tijdje mee. We hadden niet erg lang meer hoor. Die rampen zijn er al, ja, die rampen zijn er eigenlijk al maar goed weg. Ja. Kooi kiezen noemen ze. Die andere die moeten zo over. Ja. Zijn de kleintjes? De kleintjes die lopen ergens rond. Kan er één tussen zitten. Ja, die lopen gewoon lekker rond hoor. Hier staan nog meer liefhebbers. Ja, hier staat er ook in onder. Ja. Oh ja. Een kwestie van zoeken tussen de poten. Ja, jongens is dus om even, de stier staat apart, die staat daar achter die muur. Bij de stier geldt natuurlijk dat, hij is natuurlijk een stuk groter nog. Van tijd tot tijd komt hij in de mus. Bij veel olifanten kun je dat zien omdat die klieren hier aan de zijkant beginnen te lopen. Maar er zijn ook dieren bij waar het niet loopt. En dan word je ineens getrakteerd op een heel ander dier. Want ze veranderen volkomen, ze zijn totaal onbetrouwbaar dan. Dus je kunt er eigenlijk helemaal niks mee doen. Dus vandaar dat wij daar ook niet heen gaan. Nee. Goed, zal ik de kies weer even terugbergen? Dan gaan we zo richting uitgang denken. Ja, dat zien de mensen altijd al. Thank you.
dierenpark is duidelijk. Nee, kom ik nooit s'nachts. In principe niet. Het kan wel eens zijn dat doe ik met de andere mannen, met die half als mannen loopt. Nee, dat werkt niet op deze afdeling. Ja, ik heb het vroeger wel gedaan, maar ik heb die dieren veranderen. Dus ja, goed, dat raakt het volgende praatje wel. Zijn er ook dieren die kunnen delen? Die kunnen delen? Zeg maar van, het is van de moeilijke het is een familie, hoor. Het is een familie. Als dus er iets gebeurt, dan gaan ze met z'n allen die kleintjes beschermen. Ja, rat zijn. Nee, nee. Nee. Ja, die spel. Ja, dat is niet zo met aan. Ja, die echt grote deel.